zwemmers, jullie zijn de eerste ploeg, maar alle zwemmers, hele goede finish straks. En nu voor de start, 5, 4, 3, 2, 1. Dank u wel, burgemeester. Richard Sosen, Suzanne Kerkel, Bro en Sophia Hanemaier. Succes allemaal, succes. Dat is een lade ook. Zie je?
zou bij geweest zijn bij Erik bij de situatie, maar het was, zit natuurlijk bij de brand. Ja. Ja. Rustig aan, rustig aan. En stap voor stap gaat het goed. Hoe was het onderwerp? Ja, ik zie het sinds de bal, dat ging goed. Heel goed, voor mijn leven gedaan. Nou, kijk, we hebben nog gezwaaid. Dat is een mooi moment. Welkom terug, dames. Goed gedaan, hoe ging het? Goed. Fantastisch! Nog steeds! En dat is zo mooi, hè? Die 2 kilometer gezwommen. En ze komen eruit alsof ze pas net begonnen zijn. Welkom terug, wat goed gedaan! Met z'n vrouwen, heel goed gefeliciteerd! Kijk, ze is daar. En daar de team van de Flamingo's. Ah, dat is ook mooi, de familie Buitelaar. Gezwommen voor hun vader. Goed gedaan, welkom terug! Fijn dat je zijn, welkom! En daar komen ze voor de Flamingo's. Ze zijn nog, ik hoop dat we op kunnen halen, want hij doet zwaar. Maar ze hebben gewoon een flink dag op terug. Compliment jullie dan maar. Komt dan. Rustig aan, rustig aan. Ja, en de video de foto. Jongens, jongens. De tennis komen van nog steeds binnen. Het is bijna niet bij te houden voor mensen in de kant. Alsof ze allemaal tegelijk op de file staan. Het zijn er zo ontzettend veel. Volgend jaar weer, nou dan doe jij het volgend jaar, doen we het ook 2 met z'n allen. Ik vind het fijn dat je dat zegt, man. Heel goed, welkom terug. Oh. Ja, dat is wel even een dingetje, hè. Het was gaaf. Ja, wat was het allergaafst? Met al het publiek en alle mensen, muziek en we hebben heel veel geld gehad. En een leuke dag. Wat wil je nog meer? Een leuke dag, veel publiek, leuke mensen. Ga lekker genieten. Geef elkaar een dikke knuffel. En kijk eens even hier. Allemaal komen ze met een grote glimlach het water uit. En dat komt ook dankzij jullie, dames en heren, langs de kant. Want er is enorm veel publiek. En alle aanmoedigingen, alle applausjes, alle zwaaimomenten die helpen. Ik zat Asje in Scheffers. Oh, oh, kijk eens kijken. Ga ik dadelijk door mijn broer het water uitgeholpen worden of door die andere man? Kies ik voor de veilige of voor de minst veilige weg? We gaan het zo meteen zien. Word je omhoog getrokken of word je teruggeduwd? Eswin Scheffers komt nu het water uit en ook hij heeft een topprestatie geleverd. Met 2 topouders die allebei heel veel tijd en energie stoppen in Alens Westland. Sjaak en Edith Scheffers. Hoe gaat ie? Gaat het goed? Tuurlijk, makkie. Makkie, morgen weer. Want jullie met z'n allen zorgen er toch voor dat wij die puzzel gaan oplossen voor Alens. En dat jullie dat doen op deze manier is onbekend. Zoals de burgemeester al zei, jullie dragen ongeveer 10% van het budget bij van Alens Nederland. Dat is al fantastisch. En weten jullie dat jullie richting de 2 miljoen gaan in zijn totaliteit. Onze dank van alle patiënten, van alle wetenschappers en al mijn collega's is heel groot. Open deze doos. En zie dat daar een puzzelstuk in zit met een heuse oorkonde voor alle deelnemers, alle vrijwilligers, iedereen hier.
en een heel mooi puzzelstuk. En er is één grote wens, dat wij morgen op het Malieveld staan met dat pilletje van Jeannette om te vieren dat deze ziekte de wereld uit is. Heel veel dank en geniet van deze mooie dag. Dank jullie wel. Ja, daar gaan we voor. Dank jullie wel. Goed, John Hoek. Namens ADS Nederland. En het mooie is, hij vertelt het niet alleen, hij heeft zelf ook gezwommen, dames en heren. Dank jullie wel, goed, John. Ja, deze dame is op de eerste plaats geëindigd bij de categorie. U kent haar verhaal misschien wel, misschien ook niet. Zij is al jarenlang vrijwilliger voor ALS Westland. Is uiteindelijk zelf getroffen door die verschrikkelijke ziekte en heeft toen gezegd: ik ga alle tijd en energie die ik heb inzetten om ooit een pilletje te creëren waardoor je die ziekte kan stoppen. Het pilletje van Jeannette, zoals ook Gorrit-Jan het net ook al noemde. Jeannette, als we jou gaan vragen welke actie je hebt gevoerd, dan ben je denk ik een half uur verder, want je hebt volgens mij iedere minuut van de dag actie gevoerd. Het is ook over de tijd om alles op te noemen. Maar het is ook zonde van de tijd als we jou geen aandacht geven, want je bent een ongelofelijke topper. Drangtijd af. Oh, hoor je dat? Het gaat van de drangtijd af. Ja, als je net denkt, weet je wat, we moeten wel de tijd goed benutten. Jeannette, ik ga jou vragen om zo meteen de sec om te draaien. En dan weet ik zeker dat jij een heel groot applaus krijgt, want jij bent eigenlijk de persoon, in ieder geval waarvoor we dit allemaal doen en voor alle andere mensen die getroffen zijn door de ziekte. Mag ik het zien? Welk bedrag hebben alle inspanningen van Jeannette van Holstein opgeleverd? Dat is een bedrag van 38.467 euro! Ja, jij zegt bizar, dat is inderdaad bizar. Dan ben je echt een hele, hele grote Jeannette. Ja, mooi toch? Maar ja, ook verzinnen en dan zit ik nog blijven doneren. Ik kan niet nog een actie verzinnen toch? Jij verzint het, wij blijven doneren en ik weet zeker dat we dat ook blijven doen. Mag ik een oorverdovend applaus voor deze gigant, Jeannette van Holstein! Ja, te gaan creëren. Laat het maar zien wat jouw team heeft opgebracht. Met elkaar een bedrag. Wow. 60.741 euro! Wat een ongelooflijk grote bedrag. Super! Kom maar, Jeannette. Als je weer deze kant een stukje op kan komen. Je neemt een hoop geld mee zo meteen, Jeannette. Hey, wat hebben de acties van de Malpietjes opgeleverd? De oud ijzeropalers is geworden een bedrag van 121.884 euro! Niet normaal. Bizar, mannen, bizar. Geef ze nogmaals een groot applaus. Rick en Sven, Team Sjaan. Complimenten. Complimenten. En ik... Het maakt me wel een beetje zenuwachtig voor de einduitslag nu. Ach, man. Als ik deze bedragen zie, dan krijg ik toch een beetje de kriebels. Ja, dat. Ik wil jullie vragen, alle deelnemers en alle mensen in de leer van het Westland die hier zijn, om deze mensen een oorverhoofd applaus te geven voor de organisatie van de Local Swim 2022. Ja. Linda, Leni, ik zou zeggen, hij ligt achter jullie. Dames en heren, de tent, zijn we klaar voor het moment? Willen we weten wat de Local Swim 2022 heeft opgebracht? Gaan we samen, 3, 2, 1. 838.000 euro! Wow! Niet normaal! 838.000 euro! Jeetje, wat is dit voor bedrag? 838.000 euro, dankzij jullie! Yeah.
te genieten. Dat alles steeds maar weer verder gaat. En als je me vraagt om voluit te leven en te luisteren naar jouw goede raad.